Hallo allemaal, bij mij staat Maarten van Waas, winnaar van de Young Breeder Award. Maarten, voor de mensen die jou niet kennen, kun je eens uitleggen wie is Maarten? Ja, ik ben Maarten van Waas. Ik fok af en toe wel eens een paardje, maar niet voor te zeggen dat ik een echte fokker ben. Dat was een beetje geluk met Igor, maar allee, het is allemaal goed uitgedraaid. Het is ook op een goede plek beland eigenlijk, Igor. En het is tof er nog iets van te horen ook, van Igor, dat hij zo goede prestaties levert eigenlijk. En het is alleen maar tof zo'n dingen te horen en op zo genauwer te worden achteraf dan nog. Het is wel plezierig. Igor was een van de eerste jaargangen van Emerald. Hoe kwam je bij deze combinatie? Ja, dat was ook dankzij Joris de Brabander ook. Hij had de keuze een beetje gemaakt van Nabab, misschien Emerald erop zetten en dat een goede keuze zou zijn. En zo is dat eigenlijk gegaan. Achteraf een heel goede keuze geweest. En u zegt, jij fokt maar ongeveer één veulentje per jaar. Wat doen jullie daarmee? Worden die als veulentje verkocht of opgeleid? Of? Normaal gezien worden die tot 5-6 jaar bij ons gehouden. En daarna worden die verkocht meestal als parcours 1 meter en 10 meter. En dan worden die meestal verkocht. Ja. En rijdt u die dan zelf of heeft u hobby's, hobbyruiters uit de buurt die u wat helpen? Normaal gezien rijd ik zelf op LRV-niveau. Maar gelijk Igor heb ik dan wel laten rijden door Tim van den Broek. Dat was ook niet zo'n gemakkelijk paard, Igor. Maar Tim die kost er wel mee weg met Igor. En daarmee heb ik hem even laten rijden door Tim van den Broek. En hoe oud was Igor toen u hem verkocht? Igor was 6 jaar. En ik persoonlijk ben niet de ruiter om daar verder mee te presteren. En daarmee hebben we hem verkocht via Axel Verlooy verkocht.